Hoi, ik ben Richel en ik ga je laten zien hoe je in GitHub een branch erbij maakt. Ik pak deze GitHub, Jog Pickles, maakt niet zoveel uit welke het is. En nou, je ziet dat ik al een branch heb, maar we gaan een nieuwe aanmaken voor Truus. Nou, een nieuwe branch aanmaken is niet zo moeilijk. Je klikt op dit ding, branch, master, je klikt dan op, je vult dit Truus in en doe je create branch Truus. Nu heb je op GitHub een nieuwe branch gemaakt voor Truus. Nou, in GitPassion op mijn computer weet het nog niet. Dus op de website is het al aangepast, maar niet op mijn computer. Als ik nou op mijn computer git pull doe, dan zie je dat hij ziet, hey, Truus is erbij. Nou, nu kan ik git checkout Truus doen. En nu ben ik op de branch van Truus. Het eerste wat ik altijd doe, is dan de beeldstatus aanpassen. Hij ziet hier de website. Jog Pickles, je ziet hier een plaatje. En je ziet hier de beeldstatus. Je ziet ze van Bas, van Richel, van Seb, van Master, van Develop. En wat ik ga doen, ik ga de regel Richel gaan kopiëren. Je zult zien dat het er wat anders uitziet. Vandaag zullen we het alleen in tekst zien. En dan maak ik van Richel Truus. Nou, dat kan op domme manieren, dat kan op slimme manieren. Hoe je dat precies doet, maakt niet uit. Wat ik doe, is ik open het bestand. Het heet readme.md. En je ziet dat de website er heel anders hier uitziet. Je ziet hier een plaatje. Hier zie je de tekst om het plaatje te laten zien. Hier zie je het plaatje van het team. Hier zie je tekst. Hier zie je de beeldstatus. Nou, ik pak Richel en daar ga ik een Truus van maken. Nou, ik kan natuurlijk hier gewoon alles langs gaan. Nou, laat ik dat maar doen, want dat is het makkelijkst om te begrijpen. Nou, het staat er een paar keer. Code, of wat dat ook is. Coverage, branches, Truus. En wat is er nog meer? GitHub, branches, Truus. Dus je ziet dat ik op de regel eigenlijk alles heb veranderd wat Richel was naar Truus. Dat save ik. Ik sluit het bestand. Ik doe git add. Git commit. Oh, jullie doen altijd git add min min all /. Git commit m. Truus heeft een build badge. Heeft een Travis build badge. Ik doe git push. En nu hoort Truus er helemaal bij. Ik zit op de branch van Truus. Dan kan ik mijn git status zien. Je ziet, hey, je zit op branch Truus. Dat betekent dat hij op de website wel al zichtbaar is. Ik doe nu refresh. En ik zit nu ook te kijken op branch Truus. Dus dat betekent dat ik naar onder scroll. Zullen we hier zien de beeldstatus van Truus. Nou, het is alleen nog op Truus. Als ik bijvoorbeeld naar master ga kijken. Daar vind je Truus haar beeldstatus nog niet te zien. Kijk, hier staat ze nog niet bij. Dat komt later als je met git merge dat eerst een develop en dan naar merge krijgt. Oké, ik hoop dat dit een duidelijke video was en ik wens je een hele fijne dag en succes met het nadoen ervan. Houdoe!